Extreme speed dan. What the fuck is zijn defense, man? Oh, hij wel natuurlijk. Jonge, 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 jonge. Oh, 1 AP! Wel een Frozen, dat is wel nice. Maar die 1 AP. Oh, sick! Very nice. Welkom mensen bij de UPA seizoen. Oh nee, UPA is het niet, het is de DBA. Ik denk iedere keer UPA, want het is DBA. Welkom bij de DBA seizoen 2 van de Free For All Drafts. Hits. Vandaag zijn wij hier om de teams te behandelen, wat iedereen heeft gedraft. Kort even de regels. En afsluiten met de power ranking. Dus waar denken wij dat iedereen ongeveer zal gaan eindigen? Nou, jullie hebben het al gehoord, Milan is vandaag de co-host. Dus we gaan voornamelijk ook kijken van oké, vanuit objectief gekeken wat ik zelf het beste vind, wat iedereen heeft gedraft. En Milan denkt van, weet je wat, dat het beter kunt en ik haat stal. Dus je hebt hier helemaal... Hey, dat is wel een goede samenvatting van mijn gedachtes, ja. Dus ja, vandaag eerst beginnen we heel kort met de regels. Fights zijn free-for-all. 3 matches met de hoogste score. Vorig seizoen deden we 5 matches, alleen toen hadden we maar 4 personen. Is er een tie, dan is er een single fight. Dus tussen de beide personen. Dan is het gewoon 3v3 in een single fight. Geen Dynamax in de free-for-all, omdat de Dynamax om en om is. Dus als Milan en ik aan dezelfde kant zouden staan, turn 1 mag ik Dynamaxen, ja. Turn 2 mag Milan Dynamaxen. Alleen als de Dynamax is gebruikt, mag de andere hem niet meer gebruiken. Nee. Dat is de grootste reden waarom Dynamax niet toegestaan is in deze format. Mm-hmm. Ja, 3 Pokémon's iedere fight. En de beste 2 van iedere pool gaan door naar de volgende ronde. En de slechtste 2 gaan naar de losers ronde. Nou, dan hebben wij 2 pools. Wij hebben hier de Diamond Pool en de Pearl Pool. Raar, welke games zijn nu net uit? Nee. En... ik zou nog niet zeggen van Milan behandelt 1 pool en ik behandel 1 pool, maar ja, we zitten in dezelfde pool. Dus Milan, welke wil jij behandelen? Ja, weet je, je moet sowieso in heel veel dingen aanvullen. Ik pak de Diamond Pool anders wel. Dus wie zit er in de Diamond Pool allemaal? Nou, in de Diamond Pool hebben we de Old Keystone, dat is het team van Paddy. De Old Keystone, de naam is natuurlijk, heeft de vorige keer ook gebruikt, is natuurlijk gebaseerd op Spirit Tomb. Maar die heeft hij niet. Wie nog meer in zijn pool zit, is Sander van Gaming SB met Shadow Flames. Sander is denk ik net als ik gewoon niet echt heel erg goed in competitive Pokémon. Maar in dit format, zoals je misschien vorig seizoen hebt gezien, is er best wel veel mogelijk. We hebben ook nog Turtwig en Athletic. Dat is van Dylan. Dylan is iemand die zit bij mij in de Discord en verder weten we eigenlijk bijna niks van hem. Dus we weten ook niet hoe goed hij is in Pokémon. Dus we gaan het echt... Mooie Dark Horse. Ja, precies. Zeker. Dus dat zou zomaar eens een hele goeie kunnen zijn. En FC Togemeer, dat is een Nando. Ja. En in de Pearl Pool hebben we de volgende mensen. We hebben de Toxifrog met de beste logo van deze hele league. Dat is Sander, dat is mijn broertje. We hebben de Lionboer Pastoria, wat Milans team is. De Boldore Bargies, wat Franks team is, ofwel Totterra Gaming. En mijn team, de Goldenrod, de Grambles. Yes. Dus
Ik denk dat wij mooi gaan beginnen vanaf wie als eerste mocht draften. Hé, hey, dat was ik! Dat was de Limeboer Pastorias. Wat ja. Milan heeft gedraft is een Spiritomb, een Azumarill, een Kommo-o, een Zalazzle, een Blissey, een Alolan Ductrio, een Aurorus, een Amorga en een Espeon. Ja, Milan, dat klopt. Leg even je picks uit. Ja, uitleggen. Ik kijk altijd naar type diversity. Nou, dat is wel gelukt. Spiritomb is een Pokémon die ik al heel graag wil gebruiken. En ik wist dat ik er, als ik hem de eerste ronde niet zou pikken, dat Paddy hem al zou pikken. En Paddy had een wheel pick, zeg maar. Dus die had twee Pokémon mogen kiezen. Dat hij sowieso Spiritomb als eerste wel gekozen, denk ik. Dus ik dacht, ja, dan moet de eerste Spiritomb zijn. Als ik die Jij wilde gewoon Paddy nakken. Laten we gewoon heel veel Dat zijn. Is niet helemaal waar. Wel gedeeltelijk, maar niet helemaal. Ik wou hem oprecht wel gewoon gebruiken, dus... Azumarill, ja, kon ook niet anders. Eigenlijk wou ik Alolan Ninetales, maar die is al door iemand anders gesniped. Dus toen dacht ik, nou weet je, mijn andere fairy Pokémon die ik graag gebruik is Azumarill. Mijn derde Pokémon is Kommo-o. Kommo-o is een Pokémon die heb ik eigenlijk als in gewoon normaal in-game alleen gebruikt toen ik voor de allereerste keer Sun and Moon speelde en daarna nooit meer. Dus gewoon leuk om zo'n Pokémon weer eens te gebruiken. Celestial is gewoon een hele goede Pokémon. Er zijn ook nog wel wat tactieken wat je daarmee kan doen. Dus daar wil ik nog niet te veel over loslaten. Maar het is gewoon wel een hele fijne Pokémon om te gaan gebruiken. Fire Poison, mooie typing. Een Blissey. Blissey is gewoon een Pokémon omdat je daar gewoon mee kan kutten. Dus dat is ook de bedoeling van die Blissey. Alolan Ductrio. Ja, ik zocht eigenlijk gewoon nog naar een goede Ground Pokémon. En hij was ook nog... Steel, dus ik dacht van nou, dat is mooi meegenomen. Ik pak Alolan Ductrio. Aurorus is eigenlijk mijn favoriete fossil. Ik miste nog Ice Rock. En bij Rock kom je al snel bij fossils. En aangezien ik Ice dus nog miste, deed ik ook nog Aurorus. Aurorus is niet echt de Pokémon waarvan ik nou echt nu denk van nou, daar heb ik echt grote plannen mee of zo. Maar misschien dat ik hem een keertje meenemen. Er zijn genoeg battles namelijk. En dan komen we bij Pokémon nummer 8. Dat is Emolga. Emolga is echt gewoon een pick uit nood, zeg maar. Omdat ik moest nog een elektrische Pokémon. En ik had nog maar 25 punten in mijn hoofd. Omdat mijn laatste Pokémon had ik al besloten wat dat zou worden. En mijn bedoeling was mijn Manectric te pakken. Maar die werd ook al gesniped. Weg voor me weggesniped. Dus ja, toen had ik maar een klein poeltje aan elektrische Pokémon's nog over. Waarvan ik allemaal niet echt heel erg vrolijk werd. Dus ik ben uiteindelijk gegaan voor Emolga. En mijn laatste Pokémon is Espeon. En Espeon is gewoon een vette Pokémon. Ja, twee dingen. Op zich geinig in de draft was letterlijk iedereen in de laatste twee rondes bezig om Electric type te pakken. Yeah. En ik gaf iedereen een lijstje. Hier heb je alle Electrics. En toch heeft Paddy het voor elkaar gekregen om zijn Electric type te kunnen krijgen zonder dat hij gesniped werd. Ja. Yeah. Vond ik heel knap. Nou ja, je zei type diversiteit. Als je Shiny Espeon fixt, mogen we dan regelen meenemen als een grass type? Want dat is letterlijk de enige type die je mist. Ja. Ja, dat is waar. Ja, nou, als jij dat wil. Ik bedoel... Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, als we gewoon mooi kijken... We hadden twee mensen op de wheelpick. Eentje was Paddy en de ander was Milan. Mm. En als we gewoon even mooi kijken naar hoe Milan heeft gedraft... Op een paar snipes na, die had gezegd, was op zich alles wat je wilde, had jij binnen. Ja. Dus als een beetje mooi kijken. In de power rankings, aan het einde gaan we wat meer over de team zelf in en waarom ze hoog of laag staan. Ja. Maar als we hier heel kort naar kijken, zit hier wel een idee achter. Ik weet niet wat voor een idee, maar hij zit hier een idee achter. Maar we zullen het zien zo meteen in de power rankings, wanneer we iets dieper erop ingaan. Nou ja. Ja. Weet jij nog wie na jou was in de draftvolgorde? Ja, dat was Dylan. Ja. Dat was Dylan met Turtwig en Athletic. Ja, Dylan had Tyranitar, Aegislash, Golbat, Pyukumuku, Decidueye, Cursola, Ditto, Drapion en Octillery. Tja. Ik zag hier te kijken van toen eerst die draft, dacht ik van oké, dit is voor een groot deel wat ik normaal te zien in een draft. Ik zie heel vaak Tyranitar, Golbat, Aegislash... De CGY Cursula, ook nog vaak Drapion en Ditto ook. Ja. Alleen met de Pyukumuku en Octillery zat ik echt zo van, waarom drijf je die nou weer? Ja, maar Octillery is wel een Pokémon. Kijk, weet je dat hij Pyukumuku als vierde pikte? Dat vond ik wel echt heel bijzonder. Ja, als laatste. Ja, Octillery was denk ik gewoon een noodpick, zeg maar. Maar Pyukumuku, dat is inderdaad... Ik ben echt benieuwd wat hij daarmee gaat doen. Same, want de eerste drie vond ik heel sterk. Tyranitar is vaak tegen fighting. Ja, wat pak je dan? Een ghost en een poison flying.
Mm-hmm. Wat voor fighting hoef je daar nog bang voor te zijn? Ja. Nou ja, Aegis slash Steel, zwak tegen Earthquake. Hé, kijk, je hebt een Golbat. Ja. Dus ik vind zelf dat Dylan de beste drie picks had in de eerste paar rondes. Omdat alles had een idee. Ja. Enig wat ik wel mee zit met Dylan is, Dylan is niet heel snel. Nee. Nee, dat klopt, want je zou misschien denken Decidueye, maar dat is een Gen 7 Pokémon en die zijn allemaal mega traag. Klopt. Dus het zou me op zich niks verbazen als je Trick Room zou gaan spelen. Alleen, geen van deze Pokémon zijn echt goede Trick Room setters. Alleen Golbat is wel een snelle Pokémon, toch? Ja, Golbat is volgens mij de enige van zijn team die boven de 100 is. Hmm. Ik had vooraf al een lijstje gemaakt met dingen die ik op kan schrijven, volgens mij. Nee, hij heeft twee Pokémon's boven de 100. En volgens mij is dat Golbat en... Volgens mij is Tyranitar ook... Oh, ik zou misschien Aegislash is een Steel. Nee, dat zal wel niet doen. Nee, ook niet, maar... Ja, dus ik ben benieuwd wat hij hiermee gaat doen. Maar ik zie ook wel gebeuren dat iedere match Tyranitar, Aegislash en Golbat meeneemt. Ja, de rest is gewoon voor fun. En de rest is voor de fun. We zullen zien. Nou ja, na Dylan was S Shadow Flames, ofwel Sander. Ja. Met Sableye, Hydreigon, Scizor, Colossal, Frostlash, Shiny Luxray, Walrein, Kangaskhan en Carbink. Ja. Ik niet snap, jij? Ja, ik heb sowieso niet zoveel verstand van, dus ik herken bijna niks. De enige waarvan ik echt een strategie herken is het team van Paddy, zeg maar. Maar ik denk dat Sander hetzelfde als ik heb van... Ja, dit zijn wel oké Pokémon. Die hebben allemaal een soort van type verschil van elkaar, als ik het even zo snel bekijk. Dus dat is het. Ik denk dat hij er verder ook niet echt over na heeft gedacht, als ik zo kijk. Ik denk dat hij gewoon... Want je hoeft toch maar drie Pokémon te kiezen, dus ja. Nee, klopt. Je gebruikt maar drie Pokémon per match. Ja. En als jij... leuk wil doen, kan je ze alle drie gebruiken in de eerste paar pools. Het kan. Het kan ook zijn dat je iedere mond twee of drie verschillende sets van maakt. Mm-hmm. Maar ik snap dus de eerste Sableye pick snap ik alleen niet. Ja, maar dat is gewoon om jou te kutten, denk ik. Denk je niet? Zelfs in een draft zou ik Sableye, als ik met iemand zou fucken, zou ik ook niet als eerste pakken. Nee, oké. Nee. Ik niet helemaal snap. Ik vind wel mooi dat hij het... want hij was aan het nadenken van... Hey, wat moet ik als ronde 8 pick doen? En toen zei ik tegen hem... Hey, waarom pak ik niet Kangaskhan? Niemand denkt toch aan Kangaskhan. Nou. Ja. En toen pakte hij die. Dat vind ik wel mooi. Maar ja, Milan, jij en ik moeten nu wel gaan hopen... dat Sander echt een Shiny Luxray meeneemt. Anders klopt zijn pick niet. Oh, ja. Ja, denk het wel hoor. Want ja, die heeft hij. En ik denk niet dat hij het zoekt om een andere Luxray te gaan fixen. Ik denk het ook niet. Nee. Nou, okay. nu hebben we degene die... we hebben eigenlijk alle personen zo meteen al gehad. Want de volgende pick was van mij. Oh ja. Met Alolan Ninetales, Ferrothorn, Hippowdon, Pelipper, Heliolisk, Turtonator, Weezing, Glaceon en Miltank. Nou Milan, ik denk dat jij één ding al gewoon heel erg graag wil zeggen. Ja, die Alolan Ninetales. Oef. Ah, die wou ik zo graag. Maar ja, weet je, jij pakte die eerste ronde. Dus toen was voor mij al heel snel mijn tweede pick dat Azumarill werd. Dat was gewoon direct gevolg van jouw eerste pick, zeg maar. Ja. Dus ja, het is niet anders. Nou ja, en één heel simpel ding. Wat zie jij hier, Milan? Zelfs, ik weet dat je niet heel competitive bent, maar zelfs jij weet, er zitten hier drie strategieën in. Nou, sowieso stal, denk ik. Oké, ik pas even aan. Je ziet drie weerdingen hierin. Welke drie weerdingen zijn het? Oh, oké. Rain sowieso, want ik zie een Pelipper. even kijken. Ik denk ook Sun, kan dat even kijken? Sun met Turtonator Heliolisk? Ja, dat kan met Sunny Day, maar het is Alolan Ninetales met Snow Warning en Hippowdon met Sandstream. Dus ik heb zand, ik heb regen, ik heb hagel. Oh, oké. Okay. Oh, als ze meteen als op het veld komen natuurlijk. Oké, okay, ja. Ik wilde oorspronkelijk ook nog Sun draften, maar Torkoal was te duur. Oh, oké. Okay. Torkoal is 100 punten. Oh, echt? Oh, dat is wel pijnlijk. Dat
Als ik alle vier de wereld gepakt, ja, dan was ik waarschijnlijk nog niet eens uitgekomen met 25 voor de rest van mijn picks. Oeps. Even kijken, ja. En dan Weezing. Ja, maar als je met Ninetales, ja trouwens, dat hoef je niet geen antwoord op te geven hoor. Maar als je met Alolan Ninetales speelt en met Snow Warning, zou je Glaceon dan nog meenemen, zeg maar? Ondanks dat hij wel profiteert van een eventuele Blizzard die 100% accuracy heeft. Nou ja, en dat hij niet geheel wordt. Het kan natuurlijk zijn dat je tegen in een pool zit met een paar teams die 6 mond zwak hebben tegen ijs. Ja, dat klopt. Maar dan moet je echt geluk hebben. Want als je dan één vuur-Pokémon tegen je hebt, die steamrolt je op dat moment je 3 Pokémon dan, zeg maar. Snap je? Als je Glaceon, Alolan Ninetales en Ferrothorn bijvoorbeeld meeneemt. Ja, maar je kan het ook omdraaien. Je kan zeggen van, weet je wat, ik neem Ninetales niet mee. Ik neem Pelipper, Glaceon en Ferrothorn mee. Want de rain doet minder damage in de regen. Ja, dat is waar. Dus nou, alle mons hier hebben wel tenminste profijt van tenminste 2 weer iedere keer. Oké, interessant, leuk. Dat was een beetje mijn idee erachter. Maar dat is dan minder stal dan normaal, toch? Dat kan nog steeds wel, denk ik. Nee, nou ja, de matches zijn maar 20 minuten, dus echt stallen kan ik toch niet. Nee, oké. Okay. Dus, en ik zat zo mensen van, ik wil een keer gewoon weer. Want de vorige keer had ik ook weer Poudon en Heliolisk. Ja. Seizoen 3, hint, beide worden mij gesnuit waarschijnlijk. en ik dacht van, weet je wat, bevalt me wel. En toen zat ik zo van, weet je wat, mij maakt niet uit wat ik pak. Ik wil alleen weer. Ja, oké. Nou, dan hebben wij de andere TSG-member, de FC Togemir. Yes, van Nando. Met Salamence, Togekiss, Excadrill, Quagsire, Cinderace, Ivysaur, Type 0, Manectric en Skuntank. En hier zit er wel een beetje een bias in. Dit is wel een van mijn favoriete teams. Ja, maar hij heeft ook gewoon heel veel vette Pokémon, als ik heel eerlijk ben. Als ik Salamence, Togekiss, Excadrill en Skuntank zie, zeg maar, dan word ik al gewoon vrolijk. Ja, en Salamence en Togekiss zijn zelfs in de oorsprong, worden ze vaak al gepaard met elkaar. En maak je het af met de Excadrill, ben je helemaal klaar. Dus ik ben op zich heel erg blij met het team wat hij hiermee heeft gedraft. Ja, en Cinderace is eigenlijk een soort van Greninja. Met het feit dat hij van types kan wisselen. Ja. Dus ja, dit is een hele sterke. En ja, ik heb nooit Ivysaur zien draften. Nee, dat zou ik zelf ook zo snel niet doen, denk ik. Nee, want minder van de tijd zouden mensen dan Venusaur pakken. Maar ja, Ivysaur is ook niet verkeerd. Ja, met Eviolite dan. Of... Ja, precies. Ja. Maar ik kan ook Black Sludge zijn. Dus op zich, ik vind op zich een hele mooie pick wat hij hier heeft gedaan. Ja. Nou ja. Hmm. En ja, type 0. En opnieuw, ronde 8, iedereen wilde een electric type. Ja, dat is echt zo, ja. Nou ja, na Nando hadden wij Frank met de Boldor Bargis. Met Dracovish, Milotic, Zelf, Celesteela, Toxapex, Hitmonchan, Dublade, Cloyster en Linoon. Milan, hier is je stalteam. Ik zit ook nog eens bij hem in de pool, of niet? Ja. Godverdomme. Dat heb je expres gedaan, ik snap het wel. Nee, er zit geen reden achter. Ah. Alleen, tel eens even hoeveel mons zwak zijn tegen elektriciteit hier. Cloyster, Toxapex, Milotic. Dat was het. Celesteela. Celesteela? Is Steel Flying. Oh, maar Steel, doet Steel dat niet, zeg maar, coveren dat het gewoon normaal effectief is? Nee. Steel Flying, wat een rare type overigens, maar dat... Ja, maar ja, Skarmory is het ook, hè? Ja, dat klopt. Alleen Celesteela ziet er niet echt uit als een Flying Pokémon, zeg maar. Dan heb je die Jet Engines gezien als armen. Ja, dat klopt, maar ik toch vind ik het een beetje raar dat die Flying is. Ja, en maar, okay. Is Water Dragon... Ja, maar Dragon die... Als je kan hitten met een sterke Thundermove, overleeft hij het ook niet. Dus iedereen gebruikt elektriciteit! Nou, bijna wel, ja. Maar dat kan je op zich ook goed zien. De coverage van Frank's team is heel raar. Want het heeft een zelf en een Dublade die zwak zijn tegen Dark. En nou ja, Hitmonchan heb ik zelf ook al een paar keer gebruikt... Die is niet heel defensive. En de Laloon kan je killen met een fighting attack. Ja.
Het is... Hij wil stal pakken. Maar hij heeft niet meer gekeken naar zijn type diversiteit. Nou, misschien zitten daar voor ons wel wat mogelijkheden, zeg maar. We zullen zien. Het enige waar ik bang voor is Dracovish. Want Dracovish is de grootste troll in de VGC game. Oké, maar rough pleetje, huge power, Azumarill. Je kan hem op zich killen, alleen ja. Het ding wat met Dracovish is. En voor mensen die niet weten wat Dracovish doet, hij heeft zijn ability, Strong Jaw en Sand Rush. Strong Jaw boost. Hoe zeg ik dat? Bite moves. Ja. En Sand Rush, als het zand is, gaat hij sneller. Oké. Okay. Dus wordt zijn speed verdubbeld. En hij heeft een move Vicious Rend. Die doet 130 damage water als hij de opponent outspeed. Oké. Okay. En om even een beeld te geven hoe sterk dat is. Een Ferrothorn wordt daardoor getoehit. Een full HP, full defense Ferrothorn. Oké. Okay. Even om het in een spectrum te brengen van hoe sterk dat is. Dus die Dracovish is zeg maar spannend. Ja. Maar ja, voor de rest, ik heb het al gezegd. Electric moves kills zijn team. Okay, beetje, Hij is het enige met heel veel weaknesses. En dat vind ik op zich wel raar. Dat hij niet eens een Quagsire, een Gastro of een Swampert heeft. Dat is het enige raar wat ik heb met Frank's team. En wat me meteen opviel. Maar ja. Daarom gaan we zo meteen weer verder in de power rankings. Ja. Dan hebben we hier een heel raar team. Die ik gewoon niet snap. Welke krijgen we nu? De Toxifrogs. Met Galarian, Darmanitan, Toxicroak, Snorlax, Alolan Raichu, Klefki, Galarian Rapidash, Barbarical, Delibird en Ninjask. The fuck is the team? Hij heeft denk ik 3 Pokémon die ik sowieso nooit van mijn leven zou draften. Dat zijn Ninjask, Delibird en Klefki. En Barbarical trouwens ook niet. Ja, voor mij is het voornamelijk de onderste 3. Ja. Rapidash Gallar was meer omdat hij op zoek was naar een Fairy type. En hij wordt een Gardevoir, maar daarvoor had hij de punten niet meer. Ja, maar hij heeft Klefki al, die is ook al Fairy type. Hij wordt blijkbaar nog een Fairy. Oké. Dus toen vroeg jij mij van, ja, welke hebben we nog meer dan? Jij kan Rapidash Gallar. Oké, Rapidash Gallar heeft in het vorige seizoen mij wel een paar keer goed geholpen. Dus op zich dat is wel een goeie. Raichu Alola is best sterk. Toxicroak is best sterk. Darmanitan en Gallop breekt door alles heen. En Snorlax kan wat dingen tekenen. Klefki is voornamelijk voor support. Alleen, ja, Barbarical, Delibird en Ninjask snap ik niet echt. Enige voordeel van Barbarical en Ninjask. Bar weinig mensen hebben een Grass-type. Dat is waar. Maar ja, als je een goede Pokémon gewoon wel een Grass-move geeft, zeg maar... Dan zal die best wel wat damage doen tegen een Barbarical, zeg maar. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. En Delibird. Maar ja, dat is het voor/nadeel dat je maar 3 Pokémon gebruikt. Dus je hoeft ook gewoon... Het kan goed zijn dat hij die onderste 3 gewoon nooit gaat gebruiken, zeg maar. Kan. Het kan ook een mooie verwarring zijn, want onthoud, het is een free-for-all. Ja. Dus het kan ook zo zijn van... Ja, maar die Barbarical, die kunnen we killen met een crash move. Dus ik focus eerst op die andere. Ja. Ja, dat is waar. Dat heeft mij vorig seizoen ook wel soms geholpen, denk ik. Mm-hmm. Ja, dus sommige mons die nu heel sterk lijken... hoeft niet heel erg sterk te zijn als 3 tegen 1 wordt. Nee. Dus ja, voor de rest... Ja, ik vind het op zich wel geinig wat hij heeft gedraft. Want de eerste 3... Na Dylan heeft hij wel een van de beste... Ja, beste third picks. Dus ja. Daar met een Galar, Snorlax... En Toxicroak. Alleen ja, de Toxicroak laatste... weet ik gewoon niet zo goed wat ik daarvan moet verwachten, zeg maar. Het is niet een Pokémon waarvan ik altijd meteen denk van... Oh, dat is een goede Pokémon, zeg maar. Nou ja, het mooiste aan Toxicroak is... Hij kan werken in Rain teams. Dus als mensen gebruik maken van Rain... Mm-hmm. Heeft hij dry skin, dus hij kan zich healen in de Rain. Oh ja. Dus als... Zit hij bij ons in de pool? Nee, hij zit bij ons in de pool. Ah. Dus als hij goed kan gokken en ik zet Pelipper in en hij heeft Toxicroak uitstaan, ja. Dan help ik de tegenstander. Ja, precies. Net zoals met de Darmanitan en Gallar. Ja, met de als jij heal hebt, zeg maar. Ja.
heal of Pelipper uit hebt met water, dan heeft hij geen weakness meer tegen fire. Nee, heeft hij wel, maar doet minder damage. Oké. Dus ja, ze moeten ook gewoon kijken van, hé, wat drijft mijn opponent? Ja. En hoe speelt hij die? Nou ja. En de laatste. Interessant. De laatste die we heel kort gaan coveren, de Tokkies. Met Umbreon, Heatran, Hippopotas, Yuxi, Lucario, Whiskash, Gigalith, Regirock en Magneton. Wat een mooi zonteam hebben we hier. Ja. Valt ook niet op, zeg maar. Nee. Dit is het tweede team wat ik ook niet echt snap. Nou ja. Ik weet dat er zand in zit, maar... Ik zie gewoon iets te veel van dezelfde types in deze. Ja, nou dat heb ik sowieso. Dat heb ik zeker. Bij hem is het nog wel het ergst, denk ik. Ja, bij Frank is het misschien iets erger, omdat het allemaal electric weaknesses zijn. Ja. Maar hier zie ik Heatran, Earthquake, Lucario, Earthquake, Gigalith, Earthquake, Regirock, Earthquake, Magneton, Earthquake. Ah, dus Magneton heeft het Levitate. Magneton heeft geen Levitate. Niet? Nee. Ah, dat dacht ik. Ja, dat denk ik ook iedere keer. De enige wat Magneton wel heeft is Sturdy. En hij kan, als mensen niet op hem focussen, kan hij het opzetten met een bepaalde move. Waarmee hij gelevitate wordt. Oké. Magnetrise of zo. Ja, Magnetrise, precies. En als je die hebt, ja, dan heeft hij er geen last van. Dus op zich, vanuit die optiek, gaat het misschien goed. Maar anders zou ik echt zeggen van... misschien een extra strategie naast de cent was misschien iets beter geweest. Ja. We gaan het zien. Ja. En hij zit natuurlijk wel in een pool waar die denk ik wel goed uit kan komen, als je snapt wat ik bedoel. Ja, dat weet ik nog zo net niet. Hij zit wel bij Sander in, maar Dylan en Nando kunnen ons wel verrassen. Ja, van Dylan weten we het gewoon niet natuurlijk. Nee. Dat is het probleem. Ja. Klopt. Maar ja, nu hebben we kort alle teams behandeld. Nu gaan we iets dieper erop in. En ik denk dat we gewoon beginnen vanaf onderaan. Wie zit jij onderaan jouw lijst? Shadow Flames, denk ik. Waarom Shadow Flames? Nou, hetzelfde reden waarom ik mezelf op de volgende plaats had, zeg maar. Omdat ik weet van Sander en van mezelf dat wij gewoon geen competitive mensen zijn, zeg maar. En nu weet ik wel, het is free for all, dus alles kan gebeuren. Dat hebben we vorig seizoen gezien. Maar als je echt naar strategieën gaat kijken, zeg maar. Ja, die is er niet bij Sander en die is er ook niet bij mij. Nou ja, dus dat is zeg maar waarom ik voor Sander zou kiezen onderaan. Ik heb Sander op een compleet andere plek staan. Maar mijn redenering komt daar zo meteen wel. Mm-hmm. Ik heb zijn naamgenoten staan, de andere Sander. Oké. Heb ik onderaan staan. Grootste probleem wat ik met Sanders team zie. Hij heeft wel een paar electric types. Mm-hmm. En heeft wel een paar mooie monsters als Toxicroak, Klefki, Barbarico, Delibird, Geniesk. Maar voor de rest heeft hij niks. Er zit zowat geen synergy in zijn team. En gewoon op basis van een simpele lijst die ik van tevoren heb gemaakt. Van oké, heeft hij cores, is er synergy? Hoeveel immunities heeft hij? Is hij een beetje bulky? Heeft hij snelle mons? Want als je allemaal mons hebt die niet heel traag zijn, maar ook niet heel snel. Kan het ook zo zijn dat je niet wordt geraakt, jij nooit een move kan doen en gewoon eruit wordt gekilled. Ja. Dus als je heel traag bent, kan je Trick Room opzetten. En als je heel snel bent, kan je gewoon hard hitten. En dan doodgaan. Ja. Mm-hmm. Maar als je een beetje in die rare middelmaat zit, dan kan je niet zo heel veel. Nee. Dus daarom heb ik Sander helemaal onderaan staan. Op de zevende plaats heb ik... Ja, dan zou ik dus mezelf kiezen. Oké, jij hebt Frank daar staan, oké. Ja, en ik denk maar gewoon om en om gaan. Dus voor mij is Frank, om een simpele reden die we net hebben gezegd. Funder killed zijn team. Ja.
En voor de rest... Dus, mensen nemen allemaal elektrische Pokémon mee. Ja, iedereen in de Pearl Pool neemt allemaal Thundertuigs mee. Ja. Dus dat is helemaal goed. Nee, maar dat is gewoon het grootste probleem wat ik zie met Frank's team. Het is gewoon gigantisch veel electric weaknesses. Mm-hmm. Heel veel coverage heeft hij niet. Hij heeft wel een Fire, Water en Grass score. Maar ja, anders zit er niet zo heel veel in. Als hij gewoon 1 à 2 extra ground types had gehad. Of misschien een paar extra electric types. Electric types of misschien een grass type. Want meer van de tijd... Ja. Electric types hebben misschien Lightning Rod, Motor Drive, die dingen. Ik zeg net, hij heeft een Fire Water Grass score, maar dat klopt niet, want hij heeft geen Grass type. Hij heeft ook geen Fire type, dus volgens mij heb ik zijn punt ergens verkeerd neergezet. Ja. Maar ja, gewoon gigantisch veel electric weaknesses en ja, ik ben bang dat je gewoon heel snel door zijn team heen breekt. Dus daarom staat je bij mij zo laag. Oké. Nou, ik had om dezelfde reden als dat ik Sander onderaan had gezet, mezelf op nummer 7. Omdat ik lek aan tactics. Maar misschien komen die tactics nog, maar moet ik ze nog verzinnen? Dat kan. Wie weet. Ja. Nou ja, op de 6e plaats heb ik staan... Ja, dit is een beetje raar. Ik heb mezelf te staan. Ja? Ja. Oh, ik zou jouzelf daar niet neerzetten. Ik heb van tevoren niet deze lijst niet gemaakt, dus ik moet even out of the blue denken, zeg maar. Ik denk dat ik zou gaan voor het team van Perry. Mm-hmm. De Old Keystone. Eigenlijk om de reden wat we eigenlijk net hebben gezegd van... zijn hele team zegt zand, zeg maar. Maar hij heeft zoveel dezelfde... type Pokémon, dat als je tegen één of twee Pokémon moet met type adventures, dan ben je al klaar, zeg maar. Dus dat is een beetje de reden. Snap ik. Nou, de reden waarom ik mezelf zo laag heb neergezet, is ik heb heel veel verschillende weer gedraft. Alleen, heel veel mensen hebben ook monster gedraft die heel erg goed kunnen genieten van het weer. Mm-hmm. Dus ik kan... mijn eigen grootste vijand zijn door de andere mensen te helpen. Ja, als je net de pech hebt dat de andere de Pokémon heeft gekozen die goed bij jou weer past, dan ben je genaaid, zeg maar. Precies. En ik heb één mon hierin staan, waar ik totaal geen idee van heb of hoe dat gaat werken, dat is Turtonator. Maar ik word graag nog een Fire-type en een Dragon-type. En ja, nou, zoveel Fire-Dragons zijn er niet en Reshiram is verboden. Mm-hmm. Dus ik dacht van, weet je wat, hiermee moet ik het maar gewoon proberen. En ik heb nog, tenminste wel het geluk, ik heb 3 mons die weer op kunnen zetten. Maar dat betekent wel dat ik nog 6 mons heb, die ook op zichzelf kunnen staan. Ja. Dus dat is ook de grootste reden waarom ik mezelf niet helemaal onderaan heb neergezet. Ja. Oké. Op de 5e plaats had ik Paddy staan. Paddy? Ja. Oké. En jouw reden daarachter, ik moet nog even tussendoor Ja, jij moet rullen, dus ik ga wel voor lullen. De grootste redenering is de exact dezelfde redenering die jij net gaf. Het probleem met Paddy's team is, het zijn allemaal dezelfde types. Dus Rock, Ground, Steel. Mm-hmm. Met uitzondering van Umbreon en de Uxie. Maar ze vervullen ook allemaal dezelfde rol. Ik ga hier zitten en ik ga dood aan de Bubble Beam. Ja. Meer nemen ze eigenlijk in... de slag. En ja, de enige paar mooie mons van zijn team zijn Hippopotas, Whiscash en Regirock. En voor de rest zit ik zo echt te kijken van, ja, Paddy had dan die Hippopotas ingewisseld voor een Santaconda. En had dan, bij wijze van spreken, Cacturne. Ik weet niet meer of Cacturne überhaupt in Sword and Shield zat. Maar anders misschien Maractus. Cacturne zat wel in Sword and Shield. Nou ja, dat je tenminste een Pokémon had die in zand had kunnen overleven. Want ja, dankzij Sandfill, dus je krijgt de schade niet. En had je iets wat watermoves kon absorberen. Ja. Of had een standaard optie gedaan en pak een extra water ground type. Want Swampert zat volgens mij nog in de draft aan het einde van de rit, dus... Ja, klopt. Die zat nog in de draft, ja. Je had Swampert kunnen pakken. Je had... niemand had Gastrodon volgens mij, dus die had ook nog gekund. Ja, het zat natuurlijk ook wel met punten, maar... Ja, precies. Dan had je misschien wat moeten wisselen met de punten en misschien wat andere mons niet kunnen doen. Maar dat je iets meer diversiteit gehad in je team. Ja.
Nou ja, wie ben je op je vijfde plek staan? Toxic Frog. Met als redenering? Zijn laatste drie Pokémon, dat denk ik al van, nou oké, okay, ja, die gaat hij al nooit inzetten. Dus hij moet het doen met die eerste zes. En daarbij denk ik dat de rest van de teams, de vier teams die nog over zijn, een beter team hebben. Ja, fair. En zometeen gaat hij verrassen en neemt hij in onze pool alleen maar de onderstreek mee. Ja, het zou wel fucking grappig zijn, maar ik denk niet dat hij dan ver komt. Denk het ook niet. Of hij gaat zeggen van, weet je wat, jongens, ik heb maar een Delibird, wees niet zo bang. En dan iedere keer present highest damage rollen. Oké, okay. Op de vierde plaats heb ik Dylan staan. Okay. Omdat, ook al heeft hij geen goede core of in Firewater Grass of in Dragon Fairy Steel, hij heeft wel een heleboel immunities. Het zijn meer in de van dezelfde, maar het zijn wel immunities. Hij heeft aardig wat Bulkimon. En Drapion, Octillery en Pyukumuku ben ik gewoon heel geïnteresseerd in wat hij daarmee gaat doen. Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar die Pyukumuku, ja. Daar heeft hij vast wel over nagedacht, zeg maar. Mijn nummer 4 is Bulbasaur. Oh, jij gelooft wel in de... Ik heb geen electric weakness. Ja. Ja, het is meer van... Ik moet heel erg nadenken welke ik nou nog niet heb gehad. Maar als ik dan kijk naar dat team van Nando bijvoorbeeld... Of dat team van Dylan... Of jouw team, zeg maar. Dan vind ik dat de Bulbasaur is daar zeg wel onder valt, zeg maar. Ja. Dus dat is een beetje mijn beredenering. Ik zit nu eigenlijk alleen maar te denken van... Oké, ik weet wel wie ik op nummer 1 zet. En de verder is het meer van... Ja, uitzoeken. Ja. Ik snap je redenering ook wel. Want het ding met Frank's team, als je het vergelijkt met de andere drie... De andere drie voelt wat completer aan. Ja, precies. Dus ja, dus ik snap hem wel. Op de derde plaats heb ik jou staan. Dat vind ik best hoog, weet je dat? Ja, de grootste... Wacht, we hebben Sander nog niet gehad. Wat is dit? Ja, nee, okay. Sander gaat je verrassen, hoor. Okay. De grootste reden vind ik omdat jij een aardig goede Dragon Fairy Steel Core hebt. Je hebt Kamo-O. Mm-hmm. Je hebt een Zumarill. En je hebt een Doctrio. Ik zou zelf andere Steel type hebben genomen, maar je hebt ze wel. Ja. Je hebt een snelle electric type in Manectric. In Molgaan. Ik had opeens een ander team voor me. Ik dacht van, dat klopt niet. In Molgaan, die wel boven de 100 is. Dus dat is aardig snel. Mm-hmm. Ductrio outspeed bijna alles. Dus dat is op zich ook nog wel een mooie qua snelheid. Ja. Je hebt aardig wat immunities. En dankzij Celezel breek jij gewoon de steel types. Hoezo? Ja. Je kan niet getoxic worden. Mhm. Voor de rest, ja, je hebt heel veel speed. En ja, je enige twee extra punten die ik je had gegeven was Emolga en Aurorus. Want zijn gewoon fun mond. Ja. Of ze gaan gebruiken is andere, maar... Ja. Ja. Oké, interessant. Ja, nee, even kijken. Mijn nummer 3 is Turtwig and Athletic. Omdat ik de team van jou en die van Nando scarier vind dan die van hem. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jij net ook al zei naar de Pyukumuku en die Octillery. Want ik denk van ja, dat zijn mons, daar zou ik zelf nooit voor kiezen. Zelfs, oh ja, Cursula wel. Cursula denk ik wel ook wel dat ik misschien iets mee zou doen. Maar Octillery en Pyukumuku, geen idee. Misschien dat die me zo gaan verrassen dat ik volgende keer als iemand die Pokémons draft, dat ik die dan bovenaan zet. Maar we gaan het zien. Ik verwacht namelijk meer van mijn nummer 2 en jij bent mijn nummer 2. Ik vind het altijd heel scary als je heel duidelijk, als je eigenlijk drie kanten op kan en alle drie eigenlijk de mogelijkheden voor hebt. Wat je mij net vertelde, hè, want dit weet ik pas sinds je me dat net vertelt. Ja. Maar het feit dat je drie kanten op kan en weet je wat jij net zei, het kan verkeerd uitpakken. Maar als het goed uitpakt, dan ben je ook gewoon weg, zeg maar. Dan is het, dan kan je echt gewoon... Je dingen in je broekzak steken als het goed uitpakt. Dus want eigenlijk is het gewoon iedere keer een keuze. Gebruikt hij vandaag wel of geen weer? Gebruikt hij geen weer? Oké, dus moet ik rekening houden met deze 6 mons. Gebruikt hij wel weer? Oh shit, welke 3 weer dingen gaat hij nu doen? Ja, precies. Dus dat vind ik spannend, zeg maar. Wie had jij op 2? Ik heb Sander op 2 staan. Oké.
En dit is puur vanwege het hele simpele feit. Ik heb Sander's team gezien. Mm-hmm. Ik hoop mensen dat even ook de video aan hebben staan. En niet alleen maar luisteren. Maar die denken van, maar wacht even, Sander stond toch ook de achtste plaats. Dat is enige klote als je twee mensen hebt in dezelfde yeah. league met dezelfde naam. Ja. Yeah. Maar ja, de grootste reden waarom ik Sander bovenaan heb staan is Hydreigon, Scizor en dan zijn Dedemon iedere keer. Want Hydreigon en Scizor is op zich aardig sterk. Mm-hmm. Warrein ben ik een groot fan van. Want yeah. bulk. Het is eigenlijk een walrus, daar kom je niet doorheen. Kangaskhan heb ik nooit eerder gezien, dus ik ben benieuwd hoe Sander die gaat gebruiken. Maar ja, Kangaskhan, dat weten mensen ook wel vanaf Gen 1. Kangaskhan is een beest. Ja. En Frostlass kan een hele goede trickster zijn met Destiny Bond. Dus dan denk je van, oh ja, maar die killen we zo. Boom, dood. Shit, Destiny Bond. Ja. Dus in een free-for-all kan zijn team aardig goed uitpakken. Ook al heeft hij niet heel veel goede cores. Dus hij heeft geen Grass-type. Hij heeft geen Fire-type. Hij heeft een Steel-type in Scizor wat aardig sterk is. Maar hij heeft dan... Hij heeft wel een Fairy in Carbink. Maar ik wil Carbink niet meerekenen als Fairy-type. Ja, het is wel een Fairy. Het is wel een Fairy-type, maar het is gewoon niet goed. Nee. En ja, ik ben gewoon geïnteresseerd in hoe hij eigenlijk wil gaan spelen. Want op zich, alles wat hij nodig heeft, zit wel in dit team. Ja, maar dat is ook een beetje de reden waarom ik Sander onderaan heb gezet. Dat is dezelfde reden waarom ik mezelf zo laag heb gezet. Kijk, de Pokémon die wij misschien gekozen hebben allebei, daar kan je misschien wat mee. Maar weten wij wat we ermee kunnen doen? Dat is een beetje mijn redenatie, zeg maar. Snap je? Ja, en de enige grote reden waarom ik hem niet heel hoog heb staan, is Colossal kan je killen met water. Hydreigon kan je killen met ijs of Fairy. Hey, Water Fairy. Die heeft Azumarill. Jee. Maar ja, zit niet in zijn pool. Nee, je zit niet in zijn pool. Maar als we gewoon even heel simpel kijken hiernaar. Al zijn mons. Zijn enige echt bulky mon. Zijn Warrein en Colossal. En zet een water type tegen Warrein neer. En dat is echt een bulky water type. En dan kan de Warrein ook niks meer doen. Nee. Dus hij heeft niet echt een antwoord op watertypes. En dat is de grootste reden waarom ik hem op de tweede plaats heb staan. Voor de rest is het team prima. En heeft er heel veel goede punten. En kan hij hard hitten. Maar als je niet hard kan hitten, dan valt dit team met elkaar. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, en nummer 1 hebben we allebei Nando. Hebben we allebei Nando, heel toevallig. En je hebt gezegd, je hebt geen lijst hiervoor afgemaakt. Dus nee. Dat is wel heel toevallig. Nee, maar dat komt omdat dat gevoel zei... Ja, dat had ik meteen eigenlijk wel. Mm. Het komt ook een beetje omdat ik Nando de laatste tijd een paar keer gesproken heb... en dat hij ook echt wel weet wat hij doet, zeg maar. Dus dat maakt het wat scarier. Verder staan er inderdaad waar we toen straks over hadden... een paar Pokémon tussen waar ik gewoon al heel snel vrolijk van word... als ik die lees. Ja. Dus, ja. Zijn team was perfect geweest... als hij in plaats van Cinderace Incineroar had gehad. Ja? Want zowel Salamence als Incineroar hebben Intimidate. En als ik het goed heb, kreeg ik met Salamence of U-turn. Of hij kan gewoon normaal switchen. Dus hij kan iedere keer gewoon Intimidaten. Ja. En daar maakt het aardig sterk. En ja, voor de rest... ik ken Salamence heel goed, ik ken Togekiss heel goed. Als je die hun gang laat gaan, kom je daar niet meer doorheen. En ja, Quagsire is gewoon een bulky mon. Het is ook vaak mijn standaard nou een bulky watertype, omdat hij heel erg cheap is om te gebruiken. En hij staat er gewoon en hij hield maar. Ja, precies. Ja, ja, nee, ik denk wel dat Nando aan het langste uit gaat trekken, maar we gaan het zien. Ja. En laten we het niet vergeten, hij heeft de mooiste mon in het team, Skuntank. Skuntank, yeah. Even referentie naar de Skuntank fight tussen mij en Harm die op dit kanaal staat. Wat laat ik letterlijk voor een groot deel zijn team heb gesweept en nog afmaakte met een explosion. Dus Skuntank kan je verrassen. Nou, ben ik wel benieuwd naar, ja. Dus ja,
We zullen zien, kijken of deze power ranking helemaal klopt. En ik ben heel benieuwd, voor hetzelfde geld is het zometeen compleet omgekeerd. Dan, ja, dat zou zo maar staan. Paddy, Frank en de andere Sander in de finale. Ja. En staan wij allemaal onderaan, waar onze ding helemaal niet van klopt. Nee. Nou ja, nee, ja, we kunnen het zien. Ja, ik ben erg benieuwd. Ja, de fights worden, ik denk over 2 à 3 weken na deze video's geüpload, komen ze uit, denk ik. Beetje ongeveer rond die tijd. Misschien kan het ook zijn dat in januari is. Beetje afhankelijk wanneer mensen de teams klaar hebben. Ja, dat was wel iets waar ik in mijn gedachten mee zat. Begin dan januari of zo. Ja, precies. Ik denk dat dat waarschijnlijk wordt. Omdat we dit keer 8 teams hebben en geen 4 teams. Dus meer mensen moeten zich voorbereiden. En buiten dat zitten de feestdagen daar nog doorheen. Feestdagen zitten ertussen. En het is ook zo van, in totaal heb je 6 fights. 2 pools waar je in zit, dus de prelims en de winnaar of loser pool. Mm-hmm. Nou, voordat je allemaal dat klaar hebt, dan duurt het nog even, want wij willen graag alles dan in de tussen de 2 à 4 weken doen, afhankelijk van hoe lang de battles waren. Ja. Dus ja, dan wordt waarschijnlijk januari wanneer de fights geüpload worden, maar we wilden graag vertellen van, hey, dit is allemaal gedraft, hier denken we alles van en dan zien we hoe het loopt. Milan, ja. Heb je nog een mooie afsluiter? Nou, mijn mooie afsluiter is van, ja, ga er klaar voor zitten. Ik hoop dat het weer net zo leuk wordt als de vorige keer. Ik ben echt gewoon heel erg benieuwd wat mensen van de van dit format vinden die dit nog nooit hebben gespeeld. Zoals een Sander van Gaming SB dan, zeg maar. En volgens mij Nando heeft dit format ook nog niet eerder gespeeld. Nee, volgens mij. Meer een deel van de drafts die worden gedaan waren singles. En dit is eigenlijk de eerste free-for-all waar we werken met 2 pools. Ja, want op dit kanaal is dit seizoen 4 of seizoen 5? Dit is het tweede seizoen voor de FFV. En volgens mij is dit het derde seizoen voor de draft. En de vorige draft, de allereerste draft op dit kanaal was naamdraft. En was singles. Oh, oké, maar je telt dan die van PRHD? Nee, dat tel ik niet mee. Als ik die meestal tel, zou dit de 6e of 7e seizoen zijn ondertussen. Echt? Oké. Okay. Dus ja, en zet even degene waarvoor je bent, zet even in de comments. Dus hashtag FC Togemeer, hashtag Shadowflames, hashtag Limeball Pastoria, hashtag Turtwegan Atlantic, hashtag De Tokkies, hashtag Goldenrod Krempels, hashtag Bolder Brachies, hashtag Toxifrog. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!